Hoi, daar ben ik weer. Waarschijnlijk hebben jullie net of nog niet de mijn stash van de Body Shop gezien. Ik ga gelijk even door met mijn stash van de Rituals. Dat waren de twee meest aangevraagde merken. Dus ik denk, laat ik die gelijk pakken, dan zijn we daar vanaf. Ik heb iets minder van de Rituals, ook wel aardig wat. Ik heb vorig jaar voor het eerste adventkalender van de Rituals gehad. Was amazing, super mooie luxe adventkalender. En daar heb ik nog best wel wat voor wat producten van. Dus vandaar. Ik ga gewoon lekker beginnen. En jullie laten zien wat ik heb. Oké. Ik heb als eerste wat kaarsen. Dit is de Ritual of Sakura kaars. Dit is een van mijn favoriete geuren van de Rituals. Heel veel mensen vinden de sterkere geuren lekkerder. Dus de groene of de oranje. Die is ook heel populair. Maar ik vind deze geur heerlijk. Oh. Zo lekker. En ook het thema, het roze met dat witte. I love it. Ik heb deze heel lief van mijn collega gehad. Want zij vond de geur niet lekker. Maar ik dus wel. Dus deze ga ik echt met plezier branden. Dan heb ik er nog één. En dat is de Ayurveda. Dat is de rode. Die vind ik ook echt heel lekker. Die is wat sterker. Maar ook ja, het gewoon alle geuren van de Rituals zijn lekker. Welke geur is nou niet lekker? Deze heb ik voor mijn verjaardag gehad van mijn werk. Ook echt super lief. Echt, oh mijn god. Heerlijk. Echt. Ik kan niet wachten om deze aan te steken. Ik heb eerst echt wat andere kaarsen die ik moet opmaken. Die wat ouder zijn. Maar amazing. En dan heb ik nog vier kleine kaarsjes. Die komen uit de adventkalender. Ja, echt super schattig die kaarsjes. En er zijn dus allemaal andere geurtjes. Dit is Wild Fig. Is wel wat sterker. Vind ik iets minder, maar ik vind hem niet vies. En dat is dus de prijs. Die kleintjes zijn allemaal van de private collectie. Dat is net een andere collectie. Dus die. En dan heb je Black Oud. Ja, Oud is heel sterk. Dat is echt een specifieke geur waar je van moet houden. Kan echt wel heel lekker zijn. Maar is wel, ja. Gaat een beetje. Oud wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt in de Tom Ford geuren en dergelijke. Dus misschien dat je dan een beetje weet waar ik het over heb. Dan hebben we Savage Garden. Ja, die ruikt heel erg planterig. Goeie omschrijving. En Green Cardamom. En die is heel zacht. Die ruik je het minst, zeg maar. Dus dat zijn de kaarsjes. Ik ben trouwens ook heel erg fan van de geurstokjes, maar die heb ik op het moment niet. Die zijn gewoon allemaal helemaal op. Dus dat. Dan ook een van mijn favoriete producten van de Rituals zijn de douche foams. Ik denk dat dat van heel veel mensen favoriete producten zijn. Ik heb twee grote. De Haman Delight. Of deze er nog is, weet ik eigenlijk niet. Maar die heb ik nog. En de Ritual of Dao. Deze lijn is weg. Dat is nu de Ritual of Yin geworden. Jammer, want ik vind deze dus echt veel lekkerder dan de Ritual of Yin. Vind ik. Maar ja, hè? Dus die heb ik. En dan heb ik ook nog wat mini foams. Oh, dit is ook nog een grote. Dit is de Shower Flower van de Ritual of Holy Line. En dat komt er dus uit. Ja, ik kan het niet laten zien. Maar komt eruit als in de vorm van een bloem. Echt super schattig. En die Ritual of Holy Line vind ik ook echt wel heel erg lekker. Want ik heb hier ook een kleintje van de Foam Fiesta. Die heb ik dus al een keer opgemaakt. Dat is ook net een ander schuim. Dat is, het is veel kneedbaarder. Je kan er echt mee spelen, zeg maar. Dat staat er ook bij in de winkel. Ja, een hele fijne sensatie onder de douche, vind ik. Oh, het staat hier ook. Playable Foam and Shower Gel Sensation. Dat klinkt een beetje gek. Maar het is gewoon, ja, het is echt wat meer kneedbaar. Het valt niet gelijk uit één. Dus die. Ik weet niet waar ik het allemaal kwijt moet. Van die Ritual of Holy, daar heb ik ook de Crackling Body Mousse. Hier heb ik ook al een minnetje van gehad. En dat is dus echt, ja, een knette sensatie op je huid. Ik moet zeggen, hij is niet super hydraterend. Maar wel echt heel erg leuk. Werd even onderbroken, maar daar ben ik weer. Maar hij is dus echt wel gewoon heel erg leuk ook. Omdat hij dus echt crackelt. Het is net dat snoepgoed wat in je mond dan crackt. Alleen dan op je huid. Hele gekke sensatie, maar wel heel erg leuk. Dan heb ik nog wat minis van de douche foams. Ik heb de Ritual of Haman. Die. Ritual of Sakura, wat dus echt een van mijn faves is. En deze is van die Amsterdam collectie. Tulip and Japanese Yuzu.
Die zat ook in die adventkalender. Heel erg leuk dat hij erin zat. Want dat kan je dus alleen in Amsterdam kopen. Ik woon in Rotterdam. Dus dat is dan even iets minder makkelijk. Ja, of via de site. Maar ik vind rituals gewoon een hele leuke belevenis in de winkel altijd. Oké, dan heb ik volgens mij alle foam en shower gels gehad. Ja. Ik heb wat van die spreetjes. Ik heb de Ritual of Dow. Deze is heel lekker als ik me gestrest voel. Ik vind hem namelijk heel kalmerend en zenmakend. En ik heb ook de Ritual of Sakura. Ja, die vind ik gewoon echt super lekker. Op zo'n lekkere zomerse dag als vandaag bijvoorbeeld vind ik de Ritual Sakura een hele fijne geur om op te hebben. Wat ook in de adventkalender zat, en dat vond ik wel echt heel leuk, is de Miracle Tree in Wamska, een minietje. Wacht, zat die in de Rituals adventkalender of in de Toeklas adventkalender? Ik heb hem uit een adventkalender, geloof ik, dacht ik. Ik pin me er niet op vast. Maak hem niet open, want ik heb hem nog niet open gemaakt, want ik ben er nog niet aan toe, zeg maar. Maar dat vind ik wel heel erg leuk om een product van de make-uplijn te proberen. Dan heb ik ook, ik heb één mannenproduct. Dat is de Ritual of Samurai deo. Dus een minietje. En die mini deo's vind ik altijd fijn om in mijn tas mee te nemen. Dan maakt het me ook niet zoveel uit als het de mannengeur is. Het is gewoon, als je het even nodig hebt, heb je het even nodig. En het is klein, dus makkelijk in je tas mee te sjouwen. Dan hebben we wat handcremes. En ik heb, ja, de Ritual of Sakura heb ik. Nou ja, ik heb de Recovery handbalm en ik heb de Soet in handbalm. Ja, wat moet ik erover zeggen? Dat is mijn favoriete lijn. Dat is gewoon heel lekker. En ik heb ook de Ritual of Ayurveda. En dat is de Harmonious handbalm. Die zit met dat pompje. Vind ik ook wel een hele handige verpakking trouwens. Met zo'n pompje. Dan heb ik ook van de Ayurveda lijn de Natural Dry Oil for Body and Hair. Hier ben ik niet helemaal weg van. Dat is het eerste product waar ik zoiets had van... Ik weet het niet helemaal. Het ruikt heerlijk. In mijn haar vind ik het... echt niet fijn, want ook al doe ik het alleen in mijn punten, heel mijn haar wordt er vet van. Ik weet niet waarom. Juist normaal ga ik heel erg fijn op olies en serums, maar dit... Nee. Voor masseren is die fijn, maar ik hou er ook niet zo heel erg van om mezelf met olie in te smeren. Dus niet mijn favoriete product. Ik heb nog zo'n spreetje. Dit is de Ritual of Karma. Die zat wel in de adventkalender. Ik vind Karma ook een hele lekkere geur. Vooral in de zonnebrand. Die heb ik helaas niet. Maar hij is wel heel lekker. Ik heb wel de bodycreme van de Karma lijn. Super lekker. Dus die ga ik deze zomer echt gebruiken. En ik heb ook de voetencreme. Ik hou niet heel erg van voetencreme. Ik gebruik het niet echt, moet ik zeggen. Ik heb ook niet hele droge voeten. Maar ik denk wel dat het wel kan helpen. Zeker in de winter. Dus ik wil dit wel... gaan gebruiken, maar moet dan even in je routine komen en zo, weet je wel. Dan heb ik nog een paar lichaamsproducten. Ik heb de Happy Buddha Shower Scrub. De scrubs van de Rituals zijn ook heerlijk. En dit is de Haman Black Soap. En dit is een soort van masker voor je lichaam, geloof ik. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dit nou in elkaar zit, dus... Heb je dit eerder gebruikt en weet je precies wat het doet en hoe je het moet gebruiken? Laat het me even weten. Maar ik geloof dat dit een soort van achtig masker voor je lichaam is om het klaar te maken voor scrub en zo. Maar ik weet het niet zeker. Hij zat in een adventkalender. Ik heb er wel vaker met YouTubers over gehoord en dergelijke. Maar ik ben er gewoon niet helemaal zeker van. Dus laat het me vooral weten. En dan heb ik nog een shower oil van The Ritual of Dow. Ja, heerlijk. Lekker zenmakend. En zeker in de winter, als je huid wat droger is. En dan gewoon een nice shower oil. Oh, ja. En dan heb ik nog 3 minis uit de adventkalenders. En dat is 1 haarproduct van de Elixir Collection. En daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb de Sakura Shampoo Conditioner wel eens een keer eerder gebruikt. Ben ik niet zo super fan van. Maar dit is weer een andere collectie. En dat is de Overnight Hydrating Haarmasker. En daar zit wel arganolie in. Dus ik ben hier wel heel benieuwd naar. Ziet er ook wat luxe uit. En ik heb 2 gezichtsverzorgingsproducten. Ik heb de Ritual of Namaste Purify Velvety Smooth Cleansing Foam. En de Ritual of Namaste Glow Radiance Anti-Aging Serum. Nou heb ik niet echt anti-aging nodig. Maar dat vind ik nog wel leuk.
ben ik gewoon heel benieuwd naar. En moet ik gewoon eens een keertje gaan uitproberen. En dat was het. Dat waren alle producten. Het is niet zoveel als bij de Body Shop. Maar toch nog best wel een gedeelte. En zoals ik al zei, ik ga het lekker gebruiken. Die Karma lijn, heerlijk voor de zomer nu. Dus dat gaat allemaal zeker van pas komen. Ik hoop dat jullie deze ook leuk vinden. En laat het me dus vooral weten als jullie nog vragen hebben voor andere merken of groepen qua make-up. En dan ga ik kijken wat ik kan doen. Dan wens ik jullie nog een hele fijne zomerdag toe. Doei doei!